Olivia Olifant. Peppa en haar vriendjes gaan vandaag weer naar school toe. De kinderen hebben allemaal een eigen haak om hun jas aan op te hangen. Vandaag krijgen we een nieuwe leerling. Olivia Olifant. Hallo Olivia. Hallo. Olivia is een beetje verlegen. Wie wil aan Olivia laten zien waar ze haar jas kan ophangen? Ik! Oho, eentje is genoeg hoor. Peppa, wil jij Olivia wijzen waar ze haar jas ophangt? Natuurlijk, mevrouw Gazelle. We hebben allemaal een eigen jashaak. Deze is voor jou, Olivia. Olivia hangt snel haar jas op aan haar eigen jashaak. Zeg eens, Olivia, wat zou jij vandaag willen doen? Verven, kleien of met de blokken spelen? Ik weet het niet. Misschien wel met de blokken. En wat kiezen jullie? Verven, kleien of met de blokken spelen? Met de blokken! Ja. Kijk eens aan. Met de blokken spelen is populair vandaag. Want iedereen wil naast Olivia zitten. Olivia, zet dit blok maar bovenop een ander blok. Kijk, zo. Het is beter als je ze naast elkaar zet. Nee, kijk zo, Olivia. Miauw. Zo moet je dat doen, Olivia. Nee, Olivia, gewoon zo. Jullie zijn allemaal heel behulpzaam. Maar Olivia, hoe zou jij met de blokken spelen? Ik weet het niet zeker. Misschien doe ik zoiets. Olivia is goed in met de blokken spelen. Het is speelkwartier. Olivia, wil je ook buiten spelen met de anderen? Ja, leuk. Kan iemand Olivia mee naar buiten nemen? Ja, mevrouw Gazelle. Tijdens het speelkwartier spelen Peppa en haar vriendjes in de schooltuin. Wat een hoop lawaai, zeg. Oké, wie maakt het hardste geluid? Dat is goed, ik ga eerst. Squeak, squeak. Dat was aardig hard. Nu is Zoe Zebra aan de beurt. Nu Suzie Schaap. En Henkie Hond. Zo, dat is best hard. Ik ben. Nu ik. Nee. Mijn beurt. Peppa kan het hardste. Olivia, nu jij. Ik weet niet of ik dat kan. Doe alsjeblieft. Oké, komt-ie. Grote griebels, wat was dat hard. Wauw. Doe het nog eens. Olivia is nu niet verlegen meer. Olivia, wil je meedoen met mijn lievelingsspel? Wat is jouw lievelingsspel? Springen in modderpoelen. Dat is ook mijn lievelingsspel. Peppa is dol op springen in modderpoelen. En Olivia is dol op springen in modderpoelen. Dit ziet er leuk uit. Ja, jippie! Mevrouw Gazelle is dol op springen in modderpoelen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen. Olivia, heb je het naar je zin gehad de eerste dag op school? Ja, mevrouw Gazelle. En je hebt ook al een hoop nieuwe vriendjes. Ja. Olivia Olifant is mijn vriendin. En Olivia is mijn vriendin. En de mijne. En de mijne. Olivia, wie vind jij het leukst? Ik denk Suzie en Henkie en Zoe en ook Kelly en Pedro en Peppa. Ja.